Goedenavond allemaal. Het is vrijdag 12 november 2021. 2 minuutjes over 9:30 op Mollywood. En dan nu het nieuws van vandaag. Vandaag opent café De Til zijn deuren in het museum. De eigenaar Brewster is dan wel een duif van weinig woorden, maar van zijn koffie word je pas echt stil. Bladders, onze museumconservator, heeft me gezegd dat het café net als het museum 24 uur per dag open is. Wat een topcafé, joh. Gewoon 24 uur per dag bakkies pleur drinken, gast. Wat een wereld. Ik kan niet wachten om er gauw mijn koffiepauze te nemen en daar ben ik vast niet de enige in. Hihi. Het volgende onderdeel van de uitzending. Vandaag vieren we op Mollywood de opening van de kleermakerij van de zusjes Abel. De kleermakerij heeft allerlei modieuze artikelen te kopen plus een galerij voor ontwerpen. Dit is een uitgelezen kans om je stijl eens aan te passen en de trends op Mollywood te starten. Natuurlijk houden we ook een ceremonie voor de geweldige nieuws vieren. Althans, alleen als ik erop klik. Anders gebeurt het gewoon niet. En als je wilt meedoen hebt tijd... Ja. Nou, wat leuk. Dank je wel, Isabella. Hey, dames en heren. Ik draag een cactuspet. En ik draag een cactusmuts. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Animal Crossing. Hoppakee. En als het goed is, het eerste wat we kunnen doen, is eventjes deze gyroid opvissen. Kabloem. Kiek hem gaan, joh. De andere twee gyroids van de vorige afleveringen, die had ik al eventjes opgevist. En dit is alweer een nieuwe. Dus we hebben er nu 3. En ik zal ze eventjes gelijk ophangen dadelijk. Oké, je ziet ze waarschijnlijk hier ook al aan de muur hangen. Oh, kijk wat een cuties. Kijk wat een cuties, joh. Oh, ik ben echt fan van die dingen. Kijk ze nou gaan. En dit is een fladderoid. Yo, hij heeft haar. Kiek hem. Wat een leukie. Ik zweer het, deze muur komt helemaal vol te hangen met gyroids. Kijk ze nou. This makes me a happy little Jones. Yay. En je hebt trouwens echt het meest geweldige filter ever. Komt ie. Yeah. Yes. Fish oog lens, baby. Oké. Ik ben blij. Ik ben blij met mijn gyroids. Wat is er nog meer? Oh ja, we hebben post. Kruiwagen. En eergisteren. Oh ja, trouwens. Je hoort misschien de muziek Happy Birthday. Dat komt omdat Gerry 11 november jarig was. Dus we hebben officieel Happy Birthday gekregen. Wacht, ik kan wel even laten zien hoe dat eraan toe ging. Dit is Gerry helemaal blij aan het mappen op zijn gekregen piñata. Yeah, bam bam bam, woehoe. Zo gaat hij goed. En daar hadden we een hele hoop cupcakes. Fijne verjaardag! Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurd was. Gerry was jarig. Goed, laten we eventjes naar het museum lopen, jongens. Ik wil Brewster ontmoeten. Ik ben benieuwd hoe dat is. Wat hij heeft voor me. Sowieso heeft hij een bakje pleur. Dat is één ding wat hij voor me heeft. Wat is er verder op het eiland nog meer gebeurd? Oh ja, we hebben een hele hoop geterraformed. Oh ja, we kunnen ook deze ladders nu maken. Look at those ladders. Very nice. I like those ladders. Dit heb ik er helemaal bij gemaakt. En als het goed is, mijn idee is om vandaag ook even het huis te verplaatsen. Dus dat ga ik zo wel even doen. Wat ook nieuw is, is dat je bij Isabella kan praten. Hey, Goochem! Wat is nieuw is dat je met Isabella kan praten over bepaalde regels die worden gebruikt binnen het eiland. Een soort van bepaalde wetten die je kan invoeren. En een van de wetten die wij hebben ingevoerd is dat de winkel nu tot 11 uur open is in plaats van tot 10 uur. Ben je wezen trainen? Ik heb iets voor je, gast. Kan ik hem nog een cupcake geven? Dat kan wel, toch? Gaat hij me ook nog een cadeautje teruggeven? Ik ben officieel niet meer jarig, maar... Wauw, lekker! Ik kan net de beren trekken in een verjaardagscupcake. Dit is genoeg brandstof voor de volgende 1000 kniebuigingen. Bedankt, Chop. Hij gaat me niet eens een cadeau teruggeven. Goochem, ik was gisteren jarig. Ik wil niet stoken. Maar we kunnen ook eventjes even kijken bij hem. Ik wil even een kleed kopen, gast. Mooie topview. Sahara. Mijn tapijten komen van ver. Ik heb kleine tapijtjes, grote tapijtjes. Volgens mij had ik nog zo'n zegel. Ik heb volgens mij nog zo'n... Nee, goed. Oké. Mr. is bang, Mr. is een vloer. Ik neem een tapijt. Ja, joh. Prima. We gaan voor het middelgrote tapijt. Ik ben meestal... Nicky is meestal degene die een beetje gaat over de inrichting in dit spel. Dus ik wil ook niet te veel kopen. Maar we zien wel. Het is toch allemaal random. Dankjewel voor het middelgrote tapijt. Yeah. Oh ja. 5 kaartjes was het, jam. Maar volgens mij had ik 1 kaartje. En nu heb ik er 2. Dus dat betekent dat ik nog 3 dingen moet kopen van haar voor iets gratis. Maar dat doe ik niet nu. Oké. I'm ready. I'm ready, Bladders. Geef het aan me. Show it to me. Gaat dit me ook nog vertellen of niet? Daar hebben we Gerry. Vandaag gaat het dan eindelijk het lang verwachte café open. Hier in het museum van Mollywood. Ik kan je niet genoeg bedanken voor het opsporen van Brewster. Maar ik waag een poging. Van het puntje van mijn snavel tot het laatste veertje van mijn staart. Dankjewel, Gerry.
Dat is lief. Nu ben je natuurlijk benieuwd naar het café zich bevindt. De trap op meteen links, je kunt het niet missen. Oh, en evenals het museum is het café altijd open en staat Bruce de dag en nacht voor je klaar. Wat een man, joh. Dus voor een tentoonstelling of een perfecte kop koffie, ik wens je genoegen in ons museum. Goochem, laat me niet langer wachten. Oh, er staat zelfs een bordje bij de til. 24 uur per dag geopend. Wat? Ik kom er gewoon maar niet overheen met mijn hoofd dat dit fucking toko 24 uur per dag open is. I love it though. Yo, wat een leuk. Kijk, wat leuk. Oh, wat een leuke plek. Oi, oi, oi. Ik vind dit echt heel cutie. Bedankt dat je me dat bericht hebt gebracht. Daar op dat verre eiland. Als je ooit behoefte hebt aan een kopje koffie, kom je maar gewoon langs. Een kop koffie kost 200 klingels. Wat denk je ervan? Goochem, kom maar door. Kijk nou ook wat een vette hipster koffieset hij heeft. Hij heeft gewoon zo'n stulp boven een vlammetje waar koffie in staat te borrelen. Yo, zie je dat daar achter trouwens? Achterin zijn hok zitten twee van die gyroids. Zie je dat? Hij was natuurlijk op het eiland op zoek naar gyroids. Dus dat verklaart waarom je er nu twee hebt in zijn huisje. Dat is wel een oog voor detail. Alsjeblieft. Een kopje van onze specialiteit. Geniet ervan. Oh, lekker. Wat een lekker geluidje. Deze koffie is perfect. De juiste zuurgraad. Een volle smaak. Ik zou er echt niks aan toevoegen. Gast, wanneer je een perfecte bak pleur naar binnen gooit, gast. Dan gaat er zo'n hemels harpgeluid af in je hoofd. Roku, heel erg bedankt. Gast Brewster. Wat een dream geezel. Ik word altijd super hyper van koffie. En dan bestel ik door de extra energie van de cafeïne nog meer. Hey Brewster, voor mij het gebruikelijke recept. Ik vind het wel weer hilarisch dat hij dan koffie bestelt. Kijk zijn ogen. Oh. die mond. Oké, we hebben hier dus die Amiibo machine. Let me check. Het is gewoon een ouderwetse telefoon. I like it. Hallo, dit is het Amiibo call center. Door een Amiibo te gebruiken kun je iemand in het café de til uitnodigen. Wil je nu iemand uitnodigen? I mean... Ik heb wel wat Amiibo. Oké, ik heb dus een Amiibo kaart. Die herkennen jullie nog wel. Dit is Elvis. Die hebben we natuurlijk op Jonesland wel eens gescand. Maar het leek me ook wel leuk om gewoon een random andere Amiibo te proberen. Deze Amiibo wordt niet ondersteund. Oh ja, oké. Wil je het opnieuw proberen met een andere Amiibo? Ja, we gaan gewoon Elvis uitproberen. Dit is de enige die ik ook heb. Degene met wie je contact hebt gezocht is onderweg. Wacht binnen op zijn of haar komst. Dat is leuk. Ik vind het al een leuke functie. Zeker als je dus Amiibo-kaartjes hebt van de oudere characters. Want volgens mij kan je dus daadwerkelijk characters van vorige Animal Crossing games roepen. Zoals bijvoorbeeld Mr. Rossetti, de broer van Isabella, kan je volgens mij uitnodigen. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd of je gewoon mensen die al op je eiland zitten kan uitnodigen. En ineens, laten we gewoon even met Elvis een bakkie doen. Dus jij bent degene die mij tijdens mijn dutje heeft opgebeld. Ja, sorry gast, het is 9:45. Ik was het even vergeten. Ach, als het voor koffie is, kan ik altijd wel vergeven, jochie. Onder lieve goochem. Heb je ooit ergens zulke lekker koffie gehad dat je nooit meer weg wilt? Ik wel. Vraag recent nog. Kan je hier niet zitten met koffie? Dat zou wel leuk zijn. Pas op met wat je zegt in een rustige tent zoals deze. Je wilt niet dat iedereen je geheimen hoort. Niet dat je je over je oude Brewster zorgen hoeft te maken. Hij is zo gesloten als een oester. Van topgozer. Wat als ik hier ga staan? Punt, punt, punt. Is dat alles? Als je hier alleen bent, kun je aan de bar plaatsnemen. Lus je er nog een? Het kost nog steeds maar 200 klingels. Ik heb mijn brandstof nodig. Nee, ik heb genoeg gehad, gast. Goed dan. Ik dacht, misschien is het wel leuk als ik een kopje koffie mee kan nemen naar Elvis hier. Koffie denk ik me veel gemeen. Zo zijn we allebei bitter op een innemende manier. Aloha. Niet dat deze koffie niet geweldig is, maar met het juiste gezelschap smaakt alles lekker. Maar zeg maar niet aan Bruce dat ik dat gezegd heb. Oké, hey, ik ga er weer vandoor. Later, Elvis. Gewoon, het is wel geinig dat deze functie er is, right? Ik ben wel benieuwd. Ik ga kijken of ik nog van die Amiibo kaartjes kan scoren. Van hele obscure villagers. Of hele ouderwetse characters van Animal Crossing. Ik denk dat het wel grappig gaat zijn. En dan gaan we daar gewoon een keer koffie zuipen met z'n allen. Nou, dat was leuk. We hebben even genoten van Brewster. Gisteren was ik nog op een random eiland. Trouwens, er is iemand verhuisd naar hier binnen. We zijn allemaal dingen aan het plannen trouwens. Vraag me niet af waarom er random een huis hier omringd door bergen staat. Komt goed, oké. Okay? It all makes sense wanneer het af is. Voorlopig is dit een beetje een bende. Maar toen ik gisteren op een onbewoond eiland zat, heb ik suikerriet gevonden. Would you look at that? En met suikerriet kan je suiker maken. Dat wou ik nog even zeggen. Vond ik erg fijn. Suikerriet groeit daar natuurlijk niet, want het staat op het zand. Volgens mij kan ik het wel al looten. Ja, ik kan het wel al looten. Oké, nou, dan kunnen we zo meteen nog wel even laten mee doen. Ik wil nog eventjes met jullie samen op een boottochtje gaan naar ergens. Want in de laatste eiland wat ik vond...
vond ik dus die suiker in. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk wat voor soort verschillende eilanden er nog meer zijn. Ik hoop eentje waar ik haver of zo, of mais, I don't know, volgens mij haver kan vinden. Dan kan ik brood maken en taart en al dat soort shit. Wortels heb ik ook nog nodig. Hoe kan zie. Weet het liedje. Iemand zei trouwens in de comments dat als je B ingedrukt houdt, dat dit sneller gaat. It's a lie. Welk eiland gaan we krijgen? Ik ben nieuwsgierig. Ik wil een nieuwe gyroid. Hier is mijn gyroid. Ik heb het gevoel dat we niet iets hebben. Dat is heel tragisch. Ik heb althans nog niks gezien wat we kunnen krijgen, behalve bomen. Er hangt volgens mij wel een vrucht aan die bomen die ik niet ken. Of zijn het gewoon appels? Het zijn gewoon appels. Laat maar. Ik heb gelogen. Geef me die gyroid, baby. Yes. Wow. I like me some gyroid. Ja, ik denk dat dit gewoon verder een casual gentle island is. Er zit echt helemaal niks hier. Geen suikerriet. Geen wortels of zo. Oh, het is gewoon een normaal eiland. Wat een oplichterij nou weer ook weer van die cappen. Ik voel me echt gewoon een beetje gescamd, gast. Een paar vinsen, that's it. Oh, wat een scam. Wat een scam. Ik wil mijn 1000 klingels terug. Oh nee, ik bedoel mijn 1000 noekmaals. Die zijn al veel meer waard, gast. Zoveel noekmaals zijn er niet. En nu heb ik ze allemaal aan jou gegeven voor dit scamland. Joink. Hij zit erin hoor. Hier, gyroidje. Neem lekker wat gieter van me. Ik bedoel water. Piek. Ik ga even wat suiker maken. Ja, ik wil koken. Dat kun je dus bij elk aanrecht doen. Wat nu hip is. Trouwens, ik ga even bruine suiker maken. Want ik had zelf al normale suiker. Nu heb ik ook bruine suiker. Yeah, look at me go. I have some bruine suiker. Heb ik nog meer? Kan ik nog meer maken? Ik kan nog een bruine suiker maken. En nog een normale suiker. Ik heb 10 normale suiker. Dus ik maak voor beide nog wel eentje als dat kan. Dus dit kun je nu doen. Koken. En ik heb flink wat do-it-yourselfs om te koken alweer erbij gekregen. Dus nu heb ik allemaal broodjes, soepies, taartjes. Ja, dit allemaal. Hallo Harvey Island. Daar ben ik weer. Laat me eens even weten. Waar zegster? Hey hoi. Als je dezelfde gave als Katrina had gehad, zou ik je nu niks nieuws vertellen. Maar wat ik wilde zeggen is dat Katrina vanaf nu haar waarzegskunsten komt vertonen in ons collectief. Ik wist dat hij dat ging zeggen. En hij heeft het waar gezegd. Je wil je weten wat Katrina nog meer in het verschiet ziet? Dan mag je altijd langskomen. Ik zie het al voor me. Jemig, nu je het zegt, ik ben wel benieuwd naar de toekomst van dit collectief. Kun je al iets zien? Oh, jazeker. De toekomst sterkt zich als een landschap voor mijn ogen uit. De ruwharige hond met ronde brilletjes stapt behoedzaam door het zand. Hij moet zo goed kijken waar hij loopt, dat hij de vogelpoep van de gele vogel op zijn kop niet opmerkt. Wat? Ging dat over mij? Ongelooflijk, gisteren had hij hem ook op te pakken. De gele vogel zit op een scheiter blijkbaar. Goed. Nou, het ding is dus, ik had dus een comment gelezen. Een van jullie had een comment geplaatst. Ik plak hem wel even in het beeld hier, oh. Shout-out naar jou. Tekst dat je kijkt. Maar dat ik Katrina moest doen, want ik dacht dus dat het bullshit was. Maar de uitspraken van Katrina zijn een soort van buff voor jouw eiland die dag. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat voor buff ik dan vandaag ga krijgen. Kia Moata, Kia Moata tata. Wat jij uitstraalt, kan ik zien. Ja, het is duidelijk. Alleen ik, Katrina, zie de waarheid over jou. Ik zal je jouw waarheid onthullen. Voor 1000 klingels. I mean, het is een beetje scammy. Ik kan je onthullen of je geluk hebt vandaag. Of ik kan je vertellen hoe iemand anders over je denkt. I mean, heb ik geluk vandaag? Of wat vinden anderen van me? Nee joh, waarvoor geluk? Wat de rest van me vindt, boeit me niet. Ik heb 2 beste vrienden, kwam ik erachter via Noekmaal tickets, dus het is fijn. Goed dan, ik zal je mijn glazen bol raadplegen en zien of jij vandaag geluk hebt. En nu, sluit je ogen alsjeblieft. Ik had het echo-effect aangezet, maar dat ging zo snel. Ik krijg iets door je. Ik zie een zeemeeuw in nooit.
Zijn bemanningsleden negeren zijn berichtjes ditmaal niet en komen meteen in actie. Op basis van dit visioen voorspel ik je voorspoed in vriendschap. Oké. Zeemeel in nood. Zou die er liggen? En als ik met hem praat, zou die dan meteen geholpen worden? Dat zou funny zijn. Of niet? Uitstekend. Mogen een glazen bol je leiden. Thanks voor de scam. Ah, Gerry, welkom! Ik heb een nieuw idee voor een kapsel in de stijl waar je stijl van achterover gaat slaan. Ben je klaar voor een nieuwe look, hondenpon? Ja joh, kom maar door. Die teruggelopen daar grenzen is me niet echt bevallen van de vorige, dus hopelijk ken je er nou wat meer mee. Geef me even een lekkere lange pony. Laten we beginnen. Dan gaan we. Joink. Oh mijn god. What the fuck? Het past wel bij Gerry, denk ik, maar what the hell? Ja joh, fantastisch. Je bent er helemaal klaar voor. Jesus Christ, doe die hoed snel maar weer op, gast. Goed. Ja. Yeah. Oké, ik merk dat ik een klein beetje in herhaling val met deze video en de video van vorige keer. Dus de volgende video gaan we gewoon weer lekker werken. Gaan we weer eventjes de DLC proberen, kijken wat die ons brengt. En ik blijf het gewoon zeggen, laat in de comments weten wat jullie graag willen zien dat ik ga doen in Animal Crossing. En dan ga ik dat lekker doen, joh. Bedankt voor het kijken en de ballen!